Welkom bij SVZW TV. Het is bijna 2:30. SVZW is bezig met de warming-up voor de wedstrijd tegen HZVV. En SVZW verleden week gewonnen tegen de koploper met 4-1. De koploper Flevo Boys. En kunnen ze die goede trend blijven volhouden ook tegen HZVV deze middag. Trainer Paul Krabbe kon over dezelfde elf beschikken als verleden week. Dus never change a winning team. En SVZW begon gretig aan de wedstrijd. Hier met een prima voorzet. Kevin Aalman die dan net overkopt. En zo geeft SVZW al de eerste signalen af aan keeper Boksma. Dan hier een vrije trap. Wordt weer netjes voor de goal weggewerkt. Wordt daar Boksma in problemen gebracht. Kon dan die bal over de lijn worden getrapt door Davy Perik. Maar de bal wordt langs de paal geschoten. Maar dan aan de verkeerde kant. Dus niet in het doel. En dan een vrije trap voor HZVV. Jasper van der Stouw. Die schiet dan die bal voor. Maar niemand die kan die bal intikken. Geen gevaar voor SVZW. Mirko Swiers met een ingooi. Dit keer op Nigel Michels. Die geeft hem weer terug. Maar krijgt hem weer terug. Kijken waar de vrije man is. Hier Tim Engbers. Tim Engbers met Bas Woesthuis. Een prachtig 1-2'tje. Kappen, draaien. En dan rolt die bal achter. Tim Engbers de 1-0 voor SVZW. Prachtig mooi doelpunt. Hier mooi opgezet 1-2'tje met Bas Woesthuis. Tim Engbers kapt en draait. Krijgt de bal niet goed op de voet. Maar dat is ook een prima reden om voor de keeper de verkeerde kant op te duiken. 1-0 op het bord voor SVZW. En dan is het aan HZVV de beurt om de gelijkmaker op het bord te krijgen. Dan zie je hier Strijker die de bal overneemt. Een mooi paasje op Hartman die hem weer terugkaatst naar Strijker. Strijker kan dan op weg naar de goal van Michiel Achterhoek. Maar Michiel Achterhoek redt. Zo is de corner van HZVV. Uit deze corner zou niks komen. Dan Boksma met een bal naar de zijkanten toe. Maar SVZW kan dan overnemen. Hier weer Tim Engbers. Tim Engbers, balletje breed op Kevin Aalman. Kevin Aalman zoekt dan de man op, gaat naar de achterlijn, zet die bal dan voor. En wie komt daar om de bal in te tikken? Davy Perik komt dan net een pas te laat, heel jammer. Maar SVZW is de ploeg die aanvalt. Hier met een prima onderbreking van Mirko Swiers. Mirko Swiers, wie ziet dan de vrije man staan? Oh, hier Nigel Michels kan heel makkelijk intikken. Foutje van keeper Boksma, die de bal niet goed wegwerkt naar de speler van hem. En dan kan Mirko Swiers afpakken. Mirko Swiers heeft gewoon het overzicht. En Nigel Michels kan gewoon heel makkelijk intikken. 2-0 voor SVZW. En dan kan SVZW wat vrijer gaan voetballen. Oh, hier met een prachtige beweging van Davy Perik. Koek, koek, zeggen ze altijd bij Studio Sport. En hier een prachtige voorzet. En wat kan Tim Engbers ermee? Tim Engbers, die kan dan de bal misschien nog voor krijgen hier met Bas Woesthuis. Bas Woesthuis slingert die bal naar voren. En Michiel van Keulen kan dan koppen, maar kopt hem ruim over. Ook de jongens van vak Z zien dat het goed gaat met de SVZW. En gaan een rondje met de vlag. HZVV probeert dan toch die aansluitingstreffer te krijgen. Hier met een prima bal op Lepel. Lepel die kapt dan Mensing uit en zet dan de bal voor op Hulst. Hulst die bal dan door schiet naar Hartman. Hartman heeft dan een schot, maar Michiel Achterhoek pakt dan die bal gewoon uit de lucht. Dan een vrije trap voor HZVV. Eens kijken of een vrije trap wat meer geluk kan brengen voor HZVV. Wordt de bal mooi hoog ingebracht in de strafschopgebied. Maar weer is daar Michiel Achterhoek die de bal uit de lucht plukt en saved voor SVZW. Hier Bas Woesthuis met een opkomende Davy Perik. Davy Perik zet dan de bal weer terug naar Michiel Verkeulen. Michiel Verkeulen, bal naar Davy Perik. Davy Perik met drie man om zich heen. Wat doet Davy Perik? Maakt een paas op zichzelf. Oh, wat weer een prachtige mogelijkheid voor de SVZW. Komt dan de bal en gaat dan er net niet in. Oh, wat een schitterende mogelijkheid. Mooie mogelijkheid voor SVZW. Prima uitgespeeld door Davy Perik. Prachtige passeerbeweging. En dan is het ook gelijk de eerste helft afgelopen rust. Tweede helft. HZVV begint gelijk heel opportunistisch te spelen. Met een prachtige bal naar voren toe. Kan dan de bal naar de goal ingewerkt worden? Nee, wordt naastgeschoten. En zo moet SVZW toch even op de teller gaan plassen. Weer HZVV die aanvalt.
Wat dan de bal ver naar achteren toegeschoven. Maar Lepel kan er nog bij. Maar Michiel Achterhoek. En dan een corner voor SWZW. Hier met Nigel Michels. Nigel Michels, mooi voorgezet. En wie krijgt daar de kop erachter? Dat is Michiel Verkeulen. Michiel Verkeulen. Prachtig doelpunt. Goed gescoord met de kop. Verleden week was hij ook al doeltreffend. En deze week weer. SVZW bleef maar in de aanval. Hier Jordi Kamphuis ingevallen. En prima mogelijkheid. En als we het dan toch over invallers hebben. Dan komt Burak Tekay in het veld. Voor de Jordi van Hek. Burak Tekay, voetballende bij Vitesse. Is nu bezig met de eerste wedstrijd voor SVZW. En SVZW, dat ging maar door. Dat rook bloed. En een 3-0 stand op het bord. Hier Jordi Kamphuis weer met een prachtig schot. Maar wordt gekraasd, dan is het Davy Perik. Davy Perik zet die bal dan voor. En wie heeft hem dan voor het intikken? Oh, daar staat er 4-0 op het bord. Tim Engbers met zijn tweede doelpunt van deze middag. Hartstikke mooi. Goed uitgespeeld van SVZW. SVZW wat eigenlijk een klasse beter speelde als HZVV. En rondt het hier mooi af met 4-0 door Tim Engbers. En dan is het HZVV die toch een aansluitingstreffer wil hebben. En hier met Mulderij. Mulderij, een nijvere voetballer. En dat zal wel aan de naam liggen, want John Mulderijje komt ditmaal in het veld voor Tim Engbers. Tim Engbers, doelpuntenmaker, met twee doelpunten achter zijn naam deze middag. Een mooi resultaat. Dan SVZW. SVZW bleef maar doorgaan. Bleef maar hameren op dat doel van Boxma. En hier weer met een prima mogelijkheid. En dat is gewoon een doelpunt. Een doelpunt van Bas Woesthuis. Bas Woesthuis. Schitterend, mooi vrijgelopen en dan gewoon inkoppen. Ook een klein foutje van Boxma die bal best had kunnen hebben. En zo staat het inmiddels 5-0 voor SVZW. Een ongekende luxe. En dan gaat SVZW eens boven achteruit hier met Wensink. Wensink balletje breed naar de zijkanten toe. En dan komt de bal naar voren toe. En dan wordt het weer dreigend voor SVZW. Hier met Michiel Verkeulen. Michiel Verkeulen met uithalen. En het zit er gewoon in. En ook een tweede doelpunt voor Michiel Verkeulen. Wat een mooi doelpunt. Mooi schot. Mooi droog schot. Keeper Boxma kan hem niet pareren. En dan is ook het tweede doelpunt van deze middag voor Michiel Verkeulen. Bedankt zijn fans die langs de zijkant staan. ZVV... De bal te spelen, maar wordt onderbroken. Dan hier Michiel Verkeulen. Michiel Verkeulen, wat doet hij met die bal? Ziet daar Nigel Michels helemaal vrij staan. Nigel Michels denkt niet daar, schiet in één keer in. En is het ook voor hem het tweede doelpunt deze middag. Tim Engbers, Michiel Verkeulen en Nigel Michels. Allebei, alle drie moet ik zeggen. Twee doelpunten. Je raakt er helemaal van in de war. Het was ook een heerlijke middag voor SVZW. 7-0 op het bord. Een ongekende luxe. En HZVV, dat wil natuurlijk een eretreffer hebben. Hier met Mulderij. Mulderij probeert het al, maar die bal gaat heel en naast. Dan zak je eigenlijk ook wel de moed in de schoenen. Nog een keer HZVV, hier weer met Mulderij. Mulderij stoomt op naar die achterlijn. Kapt dan de verdediger uit, dan is er een goede mogelijkheid om een doelpunt te maken. Maar gaat ook mis, helaas, voor HZVV. Michiel van Keulen, twee doelpunten in zo'n wedstrijd. Dat is voor jou een tijdje geleden? Ja, dat is zeker een tijdje geleden. Dat is gewoon weer genieten. Ouderwets, ja. Vorige week al doelpunt, nu weer twee. Nieuwe specialiteit. Nou ja, je af en toe keer mee naar voren kan en je kan je doelpunt goaltje meepikken. Dat is gewoon lekker voor het team. Hoe is het tot nu toe? Want in het begin werd stroef gedraaid, maar langzamerhand komt er toch meer en meer het voetbal uit, zeg maar, wat jullie graag willen brengen. Ik denk dat het vergeleken met vorig seizoen dat dit een verademing moet zijn als voetballer. Ja, absoluut. We hebben echt gewoon een fantastisch sterk team. Jongens die willen voetballen, een trainer die wil voetballen met dit elftal. En ja, dat is gewoon met dit kunstgras, dan komt het helemaal uit zo. Is dat een groot verschil dat kunstgras ten opzichte van het veld dat jullie hadden? Ja, ik denk het wel. Geen polletjes, helemaal niks meer. Dus dat is gewoon komt jullie ten goede, zeg maar. Ja, die komt ons zeker ten goede. Ja.
Het verschil in deze wedstrijd, dat ik zei in de samenvatting, of op de radio zei ik, David en Goliath na 2 minuten al, dat was het ook, hè? Ja, van tevoren wisten we dat, dat wij het spel moesten maken. HZVV die zou gewoon op eigen helft ingezakken en op de counter eruit gaan. Ik denk de eerste helft hebben we geprobeerd te voetballen. Had gewoon wat sneller gemoeten allemaal. Het was gewoon te traag. We gingen mee in hun spelletje. De tweede helft hebben we dat zeker anders gedaan. En dat resulteerde in de doelpunten. Heb jij het gevoel dan ook dat je na de wedstrijd Sparta-Nijkerk, WHC en zo, wat allemaal nog wat stoer, dat het ook elke week iets beter wordt? Of is het eigenlijk, ligt het gewoon echt aan de tegenstander of is het jullie verdienste? Nee, voornamelijk denk ik ook aan de tegenstander. Die hebben zich natuurlijk ook allemaal ingekocht, versterkt. We hebben de toppers hebben denk ik toch in het begin allemaal gehad van de competitie. En ja, we hebben geprobeerd daar ook punten van te pakken. En nu moeten we ook gewoon deze lijn door zien te trekken. Ik heb het idee dat jullie voetballend gewoon sterk worden. Natuurlijk Jordi Kamphuis gewisseld, Nigel Michels in de spits. Maar eigenlijk zakt hij elke keer uit, komt iemand anders, komt erin. De punt wordt wel bezet, maar eigenlijk niet met een echte spits. Is dat, dat is eigenlijk de manier wat jullie voorstaan om te voetballen, hè? Ja, absoluut. Net wat ik eerder zei, we hebben gewoon jongens die graag willen voetballen. En we moeten gewoon veel relatie hebben in het elftal. En ik denk dat we met dit elftal gewoon voldoende spelers hebben die willen voetballen. En ja, dat hebben we nu ook laten zien. Nou, volgende week dan Berkum nog voor de boeg. Ja, nou, goed, vanaf nu maar gewoon winnen denken en kampioen worden, toch? Nou, laten we eerst maar wedstrijd na wedstrijd kijken en dan maar verder. Wat een bescheidenheid. Ja, daarom ben ik. Okay, dankjewel, Michiel. Okay, dankjewel.